Nee, dit gaat niet zoals ze hoopten bij handbalvereniging ACC in Arnhem. Oranje heeft het zwaar in de eerste helft tegen Noorwegen en sterspeelster Polman raakt al snel geblesseerd. En juist die Polman is het grote voorbeeld voor de meiden uit team C2 van ACC, want Polman speelde jarenlang hier bij hun club. Polman is wel heel groot binnen onze club, maar ze is ook heel goed en een goed voorbeeld voor kinderen. En wat vind je er dan zo goed aan? Wat maakt haar zo'n goed voorbeeld? Nou, ze weet altijd hoe ze moet scoren en ze kan altijd goed gebruik maken van gaatjes en snelheid is ze ook wel. Maar door een blessure laat Polman zich niet tegenhouden. Ze gaat gewoon goed overheen zetten, dus dat lukt wel. Je blijft wel knokken? Ja. Dus we hebben nog een beetje hoop? Ja, dat wel. En de hoop keert helemaal terug in de tweede helft. Nederland speelt een stuk beter. En Stefana Polman ook. En dat maakt ze trots hier. Ja, het is toch wel een beetje zoals dat dan heet van ons. Ja, ze komt wel uit Arnhem. Ze is hier opgeleid. En dat maakt het wel extra leuk. Ja, je kent haar echt. Dus dat maakt het wel extra leuk. En altijd al gezien dat het talent eraf droop vroeger? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar ze was wel pas 13 toen ze bij ons in het eerste ging spelen. Dus ja. Dat moet een record zijn. Ja. Oeh, ze lopen er eentje in. Het verschil is 9 bij de Noren. Dit gaat hem niet meer worden, hè? Nee, het gaat hem niet meer worden. Maar de tweede helft is wel van een hele ander niveau dan de eerste. Ja. Denkt u nou ook dat dit extra gaat leven, handbal, misschien ook hier in Arnhem, door dit succes van het Nederlands elftal? Ja, we hopen het. Ja, ik vind het een geweldig spelletje, dus ik kan niet, voor mij kan het niet meer gaan leven dan dat het al doet. Maar ja, je hoopt wel dat de jonge meisjes die hier ook zitten, dat die inderdaad zeggen van oh, dit is leuk en dat wil ik ook. Ja. En dat jullie als club weer een nieuwe Polman kunnen afleveren? Dat zou heel erg mooi zijn. Dat zouden we erg, dat zou wel heel leuk zijn, ja.